Hallo allemaal. Vandaag ga ik met jullie hot chocolate bombs maken. Het is een beetje op dezelfde manier als eerder deze week de piñata kerstballen. Alleen nu gaan we ze vullen met cacao en karamel. Om te beginnen plaats ik een mini baking cupje in de chocolademal. Dat is de BWB chocolademal met een diamantenparel. Deze is, als ik me niet vergis, 5 centimeter doorsneden. De 6 centimeter is ook heel goed geschikt voor de hot chocolate bombs. Je plaatst de ene helft in de baking cup. Het voordeel van de baking cup eronder plaatsen is dat de bal blijft wel stevig zitten. Maar als je hem dadelijk hebt gedecoreerd, gaat hij er gewoon heel gemakkelijk uit. Ik heb ze gemaakt van decomelt, Funcakes decomelt. Maar ik voeg hier dan altijd wel de lekkere toffee smaakstof, poedersmaakstof van Fractal aan toe. Het is een hele fijne poeder die oplost in zowel water. Oh, de lucht komt al echt. De geur is echt geweldig. Is zo intensief. Wat was ik aan het vertellen? De poeder lost op in water, alcohol en in olie. Dus je kunt het echt overal voor toepassen. Je kunt het ook gebruiken om mee te bakken. Een voordeel daarvan is: het is allergenenvrij en glutenvrij. Dus ook mensen die bij toffee zal dat niet snel van toepassing zijn, maar we hebben ze ook met notensmaak, aardbeiensmaak, andere vruchtensmaken. Mocht iemand er allergisch voor zijn, kunnen ze toch deze poederstof gebruiken, smaakstof, om toch de heerlijke smaak te kunnen ervaren zonder er last van te krijgen. Deze heb ik gewoon wit gelaten, is de Natural White van Funcakes. Voor de lichtroze en de donkerroze heb ik beide de Fractal Kitty Nose Pink kleurpoeder of dustpoeder gebruikt. Dat is deze kleur. Dus je ziet dat je met één kleurtje meerdere tinten kunt maken. Bij de ene heb ik echt maar heel weinig aan toegevoegd om het net van het wit af te halen. En om hem wat donkerder roze te maken heb ik gewoon nog een klein beetje toegevoegd. Deze kun je ook gebruiken om een verfje mee te maken door het aan te lengen met Rejuvenator. Je kunt hem ook gewoon gebruiken om droog over fondant heen te dusten als een normale dust. Maar hij is dus ook geschikt voor het kleuren van chocolade, van fondant, macarons, noem het maar op. Je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken. Dan ga ik beginnen met de Sweet Freedom karamelsiroop. Daar begin ik mee, omdat ik was bijna begonnen met de cacaopoeder, maar daar heb ik me alles mee gefopt. Als je dat er als eerste in strooit en je gaat dan de siroop erin in spuiten, dan zul je merken dat de cacaopoeder omhoog ploft en dan zit alles onder de cacaopoeder. Dat willen we niet hebben. En vooral niet bij een witte, die willen we echt wel mooi schoon proberen te houden van de buitenkant. Twee afgestreken theelepeltjes is meer als voldoende voor een heerlijke kom warme chocomel. Deze is van Houten, een hele intensieve, intense cacaopoeder. Van Callebaut is ook een super goede kwaliteit en dan merk je echt aan je chocomel. Die is gewoon zo lekker, echte chocoladesmaak. Lekker wat karamelletjes erbij. Die smelten dan ook lekker in de warme melk. Zorg wel dat de melk die je gebruikt echt goed warm is, zodat de bal ook echt de kans krijgt om open te barsten en een wauw effect zal gaan bezorgen. Tot slot voeg ik nog wat sprinkeltjes toe. Weer de Happy Sprinkles Candyland. Ja, dat is echt mijn favoriet voor deze kerst. Ik vind, het is kerst, want er zitten sneeuwvlokjes en gingerbread poppetjes in. Maar het is toch lekker dat zoete roze waar ik helemaal gek van ben. En dan een beetje blauwe tintjes erbij. Dus dat is echt... ik heb hem overal wel gebruikt. In mijn kerstdorpje, mijn eetbare kerstdorpje, zie je hem ook overal terugkomen. Dat is mijn favoriet dit jaar. Dan gaan we de andere bal... Kijk, ik heb de randjes hier gewoon aan laten zitten. Dat is helemaal niet erg, want dan heb je juist lekker wat chocolade om te smelten op een warm bord. Er zit gewoon een bakje met heet water onder, zodat het bord zichzelf verwarmt. En door het heel even erop te laten liggen, de randjes gaan smelten en
je de ballen op elkaar kunt plaatsen en blijven ze goed aan elkaar zitten. Dit is bij een cacao of een hot chocolate bom belangrijker nog als bij een piñata bal, omdat ja, de cacao poeder is heel fijntjes. Dus zorg dat je hem zo goed mogelijk op elkaar aansluit, zodat er geen cacao uit kan stuiven. Nou, dan gaan we hem even uit laten harden en dan gaan we dadelijk over naar het decoreren. Als het is uitgehard, dan gaan we door met het decoreren. Eventjes checken of het wel goed aan elkaar vast zit. Dat is gelukkig het geval. Dan heb ik witte decomelt in een klein, of ja, in een gewone spuitzak, maar die heb ik gewoon klein geknipt. Het werkt gewoon wat makkelijker. En dan knip ik een heel klein puntje ervan af. Nou ben ik iets te zuinig. Ik wil voorkomen dat het spuitmondje te groot is, zodat je hele dikke vegen krijgt. Eventjes. Ja, deze is perfect. Dan ga je over de chocoladebal heen en dan ga je snel werken om de sprinkeltjes vast te laten plakken. Ik begin dan met kleine sprinkeltjes, zodat die mooi op de sliertjes vast blijven zitten. En voor de grotere even een gingerbread poppetje pakken, een hartje en een sneeuwblokje. En die plak ik gewoon even apart op. Dat doe ik een heel klein puntje. Heel klein puntje. Zo. Op het poppetje. En dan kun je hem ook precies plaatsen daar waar je hem leuk vindt. Dat is een heel plakje. En ik mis nou eigenlijk nog een pareltje, maar het zou zo eens kunnen dat ik die allemaal al op heb gemaakt. Oh, hier komt er nog eentje tevoorschijn. Oh, nog eentje zelfs. Ja, er zitten er echt behoorlijk wat in één potje. En ik heb ze gebruikt voor mijn gingerbread huisje als dakversiering. Dus ik heb er echt al een aantal gebruikt. Zo, dat is toch wel een klein beetje de kers op de hot chocolate bom. Nou, deze zijn klaar. Ik ga ze dadelijk in mijn hot chocolate bar plaatsen voor de feestdagen. Dan is mijn hot chocolate bar compleet. Dat ga ik jullie straks ook nog even laten zien.